Maar jij sluit dus niet uit dat de Amerikanen zelf achter dit lek zitten? Ja, dat sluit ik niet uit. Het ziet er zo idioot uit dat ik het niet uitsluit. Als je nu zegt: hoe is het mogelijk dat de Amerikanen, dat is onze vrienden, onze. De, nee, dan ben je toch niet goed snik. Dan weet je toch niet hoe de wereld in elkaar zit. Het hem. kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Hoe was het met Emma Wortelboer? Zo, so, wat hebben we vandaag gedaan? We zijn naar de Zaanse Schans geweest. Nou jongen, dat was... Uh, ik ben daar wel eens eerder geweest met de, mijn broer en zus. En toen hebben we gedraaid in dat... Uh, het Zaans Museum, zoals dat heet. Wat ik enorm interessant vond. We hadden ook allerlei werk gemaakt van dingen die ik graag wilde zien. Er stond ook een koekjesmachine even. Een grootste machine. Ik wist niet dat koekjes in zulke grote machines werden gemaakt. Want de koekjes waren klein genoeg, daar niet van. Um, maar daar waren. De, uh, ik weet niet, ik schat 10.000 mensen of zo. Er ontstond allemaal verstopping op bruggetjes. En, en, Bij de Zandschans? Nou, ja, en die voorzitter van die stichting die dat beheert. zei ook: Ja, we, we worden eigenlijk overlopen door het massatoerisme. Ook al? Ja, ze dus, waren toch wel waren ze bezig met ideeën te ontwikkelen om, om nou ja, een beetje het kaf van het koren te scheiden, ja. als ik het goed begrijp. Nou, even de reden dat ik het vraag. Ik ben bezig met een nieuw programma met Emma... en daar komen ook veel vragen over binnen. Van Rini bijvoorbeeld, die zegt... ja, Maarten, vind je die Emma wel leuk? Want dat is toch zo'n historisch... of, sorry, hysterisch meisje. Die stond te schreeuwen toen de uh, uitslag van de Ja, dat, dit is een klassiek, uh, klassieke media-waarneming... dat die arme Emma ooit uit het dak ging bij... Bij dat songfestival. Dat was wel een beetje overdreven wordt, toch? Wordt het, je hele leven wordt verder gekoppeld aan dat ene moment wat enkele seconden geduurd heeft. Ja, zo werkt het. Ja, ja, precies. Maar dat is volkomen onterecht. Maar ze stond toch bewust daar zo te gillen? Dat had ze van tevoren bedacht. Nou, ik denk ook dat ze het wel leuk vond om een beetje te gillen. Ja, dat zou best wel. Dat jurkje. Ja, maar het is een heel intelligent meisje. En ik kan prima met haar opschieten. Dus je vindt haar wel leuk? Zeker. Ja, anders had ik het helemaal niet gedaan, toch? Nee, maar Rini zegt ook van ja, het maakt Maarten niet zoveel uit met wie die zit. Als hij zelf maar een verhaal kan vertellen. Nou, dat heeft Rini scherp gezien. Hè? <laughs> Rini is echt een, een, een eerste klas uh, psychologische analist. Goed zo, Rini. Ik uh, moet zeggen, de meeste mensen valt het niet zo op. Maar Rini die heeft, het wel, heeft het wel een beetje door, toch? Maar de idee is een beetje... Jong-oud, toch? En dan gaan jullie... Zij legt jou iets uit op haar Het is haar heel integratie. simpel. Het is in feite een, een, op, een vergelijking op, op tal van verschillende niveaus. Tussen Nederland in 1950, toen ik zeven jaar oud was. En Nederland in het jaar 2000, toen uh, Emma, ik geloof, vier was. Maar goed, je moet dat wat ruimer nemen. Ja, ja. Het is een vergelijking. Nederland in 1950, Nederland in het jaar 2000. En een halve eeuw verschil en dat maakt verschil. Nederland in 1950 en Nederland in het jaar 2000 zijn totaal verschillende landen. Echt waar, cultureel, politiek, infrastructureel, je kunt zo gek niet verzinnen, het zijn totaal verschillende landen. In sommige opzichten is Nederland sterk verbeterd en in andere opzichten, het is wonderbaarlijk, maar waar is het ook verslechterd? En hoe komt dat dan terug in dat programma? Want jij hebt wel eens verteld: zeg, gaat je dan vertellen wat Emma of wat, hoe heet ze? Yvonne de nee, Koolrijd. We, we, we doen van allerlei activiteiten. Dus vandaag eh, ging het in feite over vakantieviering. Hoe ziet dat eruit? Was dat vroeger anders dan nu? Oh, leuk. Eh, nou, vandaar dat we in die Zaanse Schans waren en met die voorzitter van die stichting gesproken hebben. Je was ook in Giethoorn, toch? Nee, Giethoorn hebben we niet gedaan. Dat, ik, dat is, komt volgens mij ook niet meer. En toen zijn we eh, op zichzelf wel komisch. Zijn we van het Zaanse Schans rijden naar de eh, plek waar de vliegtuigspotters zitten. Die naar de vliegtuigen kijken die op Schiphol landen. En daar hebben wij gezamenlijk een conversatie gevoerd over de vraag: moeten we nou het vliegtuig in? Of moeten we nou proberen wat minder te vliegen? Zijn we nou wel gelukkig geworden dat we nu 14 dagen naar Antalya kunnen voor een Abbekratz? Uh, is dat wel verstandig eigenlijk? Is het niet? Uh, kun je niet net zo goed vakantie gaan vieren hier op Ameland of zo dergelijks? Uh, nou ja, dus zeg maar. Een, een, we hebben geconverseerd over nut, voor nutsen en onnagteil van het vliegtuig om met Nietzsche te spreken. Hoeveel afleveringen wordt deze reeks? Zes, bij mijn weten. Oh, dat is best fors. Veertig minuten. Veertig. Oh, dan moet je veel vullen. Ja, dat moet. Maar je weet, dat is bij mij nooit een probleem. Zoals ook Rini al zo scherp geanalyseerd heeft. Hé, Rini, Rini ziet het goed. Ja, Rini die begrijpt wel hoe dit gaat draaien. <laughs> ja, maar goed. Eh, Emma is er ook nog bij. Ja, dus die moet je nog wat tijd geven. Heel veel. Heel veel. Want het is bij de MPO 3, hè? Dus het is een beetje ja, de... dit wordt de MPO 3. Jongere zender. Tenminste, zo ja, wordt het hier ik weet niet. Sowieso, de MPO 3 is een beetje een wonderlijk, wonderlijk. Ja, je hebt dat wel eens in steden, zo'n zo braakliggend landje eigenlijk. Hè, waar ze allerlei leukigheid kan afspelen, maar er ligt ook wel een hoop rommel. En wat was voor jou de reden om daarmee te doen? Nou, omdat ik heb samen met Emma afgezien van de, van de slimste mensen waar ze in de finale haalden. En ze stelde toen die vraag over die oester, hè? En die, dat was zo als, is het, met ja. Met die vagina vergelijking ja. ja, wat ze wat mij best doen, is dat helemaal geen probleem. Eh, en toen troffen wij elkaar bij die boerderij van Dorst. Oh ja, dat klopt ja. Bij Gaven. Ja, en toen kwam BNN Varen met dat idee: willen jullie niet samen een programma maken? Toen was het zaak iets te verzinnen wat, we, wat een beetje inhoud heeft en wat we allebei leuk samen vinden. En dat is op dit thema uitgekomen. Precies, en toen hebben jullie nog een pilot gemaakt en toen zei die pilot. -ties. Ja, die piloot die vond, ik, die vond ik heel matig. Dat? Ja, dat was te veel, veel gimmicks. Te veel leuke dingetjes. Oh. Televisie wil altijd leuke dingetjes. Er staan bootjes, moet je een bootje. En als, als er een frietentent is, moet je met een zakje friet gaan eten. En, en, nou ja, er, er, altijd dat soort dingetjes. Daar heb ik niks maar mee. Maar is, hier is dat niet zo bij wat je nu doet? Nee, zo weinig mogelijk. Maar je hebt de montage nog niet gezien? Dat nee, dat ben ik helemaal met je eens. Je bent afhankelijk van montage. Dus we kunnen het helemaal anders maken dan dat jij denkt? Mm -hmm. Ja. Dat kan, ja. Maar dat geeft weer de gelegenheid om dan in de podcast Daarop <laughs> <laughs> te reageren. Ja, uit te leggen ja. hoe, hoe ik het zou hebben gedaan, ja. bij wijze van spreken. En wanneer komt dit op de televisie? Nou, aanvankelijk zou het in mei, dat vond ik al heel onwaarschijnlijk, moet ik zeggen. Maar nu begreep ik dat het in september zou komen. In september? Ja. Okay. Nou, het klinkt wel als een leuk programma. Ja, ik ben, ik ben met mijn broer ook verplaatst naar september. Ook al? Ja. Hmm. Ja, en heb je ook in de tussentijd wat kunnen bijlezen weer over het nieuws en zo? Nou, ik heb gisteren natuurlijk even gekeken. En ik heb vandaag, zoals ik gewoon mijn normale nieuwsconsumptie. Je kon de kwaliteitskrant dus ik... weer lekker vasthouden. Ja, ik had uh, wel de kwaliteitskrant natuurlijk in handen. Dat is waar. Ik heb natuurlijk even gelezen over BBB. Uh, God, ik moet ik dan beheersen dat ik. Caroline... Caroline... Heeft klas. gesproken met, met onze Europese tuinkebouwter. <laughs> ja, zet hem nog een puntmuntje op en... Uh, ja, bij Vader Abraham lijkt hij ook wel op. Nee, 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 nee. Was een, Vader Abraham was een typische neppe baardfiguur. Ja, maar dan lijkt hij wel op een Waarschijnlijk had het zijn eigen baardhaar, maar het zag er toch naar uit alsof hij dat ding gewoon aanplakte elke ochtend. <laughs> ja, dat zou kunnen. Ja. Maar goed, uh, ze hebben een conversatie gehad... Maar ik begreep dat, uh, dat de BB-beweging in feite van plan is om eigen wetgeving te produceren. Die dan, naar nou, ik hoop, een enigszins ja, compromisachtig karakter zal hebben. Dat het probleem toch op een of andere manier zal moeten worden opgelost. We hebben al gefilosofeerd over het feit dat die datum er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel toe doet. Dus ik begrijp ook niet waarom daar zo ontzettend moeilijk over wordt gedaan. En dan tenslotte zal er wel een oplossing worden gevonden. Het zal wel moeten, toch? Het zal wel moeten, maar zij zei, Caroline van de Plas... we wil willen geen stikstofbeleid, maar we willen een natuurbeleid. Oh ja, het is me net wat voor etiketje erop plakt. Kijk, tegenwoordig is alles groen, zoals je weet. Hè? Dus alles is macrobiotisch geteeld. Uh, het smaakt groen, het ziet er groen uit. Je stopt, het zal me niet verbazen als ik als wel, als ik mijn groen smink. Niet waar dat er dan nog twee keer zoveel luisteraars zijn voor deze podcast. Maar zij zei ook van stikstof is niet... Ik spreek alleen maar groene tekst uit. Stikstof is niet het grootste probleem in de natuurgebieden, dat had zij het over. Dus zij, zij zegt, we moeten een andere oplossing dan wat er nu ligt. Nou, stikstof is niet overal, maar op tal van plaatsen wel het grootste probleem. En het probleem zal zijn om juist op ja. die plaatsen effectief eh, optreden mogelijk te maken. Precies. Hoor je nu ook wel een en beetje ik, mensen zeggen, ik toch? Ik voel nog steeds aan mijn water dat, dat gedwongen uitkopen her of der wel degelijk noodzakelijk ja. zal zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen: het is dus een beetje naïef van de BBB, want uiteindelijk komen zij ook op dezelfde, uh, hetzelfde spoor. Ja, uit. omdat je natuurlijk op die, die, die depositieproblemen en, en in de meting daarvan, uh, de, daar komen ze niet omheen, lijkt ja. me. Ja, wel goed dat de Timmermans nou daarna gewoon komt voor haar. Hè? Ja, vind ik ook heel sympathiek van Timmermans. Ja. Ik was ook geneigd om te denken, joh, kom maar naar Brussel. Hè, als je het zo belangrijk vindt. Ja, maar misschien dat ja, je toch. Misschien dacht ik vond hij ik... het wel leuk om naar Den Haag te komen, no. de sferens op te snuiven. Dat denk ik niet. Misschien wil hij partijleider worden bij de komende verkiezingen. Dus van de eenheidspartij. Ik denk dat ze toch willen uitstralen van uh, we willen niet te veel arrogantie van de macht, dus laten we maar. Uh, dat kan. Nou, dat juich ik van harte toe. Ja. Waarom niet? Ja, en je hebt helemaal dat debat gemist, gemist vorige week toen je in Wenen zat. Ja, Waar niks uitkwam, natuurlijk, weer. Nee, ik had, ik had ook niet het gevoel dat ik iets gemist had of zo. Nee, heb helemaal niks gemist. Nee. Wel die documenten van de Amerikanen, hè, bij het Pentagon. Ja, dat was. blijft een wonderbaarlijke zaak. Ja. Ook dat die dus eerst via een soort van, eh, van kinderinternet kinder <laughs> verspreid werden. Minecraft. Dat ik begreep dat er ook, ook geprutst was aan die documenten. Het. het het is natuurlijk zoveel opmerkelijke lekkage uit dat Amerikaanse apparaat. Alleen vind ik de verontwaardiging, die vind ik wel een beetje typisch. Dacht, dachten mensen nou dat de Amerikanen hun bootgenoten niet afluisterden? Dat weten we toch al lang en breed dat dat zo is. Dat is toch ook wat die Snowden ons vertelt. Maar niet precies wat ze dan Iedereen doen. wordt afgeluisterd. Ja. Maar weet ze u... hebben een, een, een apparaat wat, wat uh, honderden duizenden miljarden verslindt. Op jaarbasis. Ik bedoel, wat denk je nou? Maar het bleef een beetje vaag tot nu toe. Nu weten de Russen precies waar ze op afgeluisterd worden. Nou, ik worden. ben de Russen niet. En ik, ben, ik wist wel heel zeker dat de Amerikanen ons gewoon afluisterden. Ja, tuurlijk. Altijd zo geweest. Maar het bleef toch nog een beetje vaag aan de oppervlakte. Van, we weten wel dat ze ons afluisteren. Maar nu kun je precies zien wat ze dus hebben aan informatie. Ja, weet je wie zo boos zijn? Die Zuid-Koreanen. Die voelden zich natuurlijk altijd het beste jongetje van de klas. werden ze ook afgeluisterd. Ja. <laughs> Die dachten dat ze niet afgeluisterd werden. Iedereen luistert iedereen af, zo is het toch? Ja, ja. Maar die eruit dat ze vrij goed wisten wat er aan de top, wat er in de top in Rusland al zo besproken werd. Ja. Dus ja, ik, ik ben nog steeds, door de bonden, ik, ben, ik ben nog steeds, heb ik een vaag vermoeden dat het deels expres gedaan is. Maar door wie? Ja, dat is te Dat Gaan ze nu zogenaamd uitvinden. Als het echt expres gedaan is, dan zullen we nooit uitvinden wie het gedaan heeft. Nee. Daarom is het natuurlijk, <laughs> jij noemt dat dat kinderspel, maar dat, dat, die game is natuurlijk bewust gekozen, denk ik, om maar te camoufleren wie dit heeft gelekt. Volgens mij werkt die ja, dat game dat Maar ik bedoel, als ik, als ik iets heb begrepen van de hackerij, dan, dan, dan zijn de superhackers in staat om ja, naar enig zoeken achter te komen wie dit gedaan heeft. Ja, daar ben ik helemaal met je. Zeker als de belangen zo groot zijn. Ja. Dan wordt dat helemaal ons te boven gekeerd, ja. Nou ja, en dan hebben we al die discussies over die Artificial Intelligence, en waar je twee totaal verschillende posities in hebt. De ene positie is die waar we maken ons druk over, dat zal allemaal zo vaak niet lopen, en de andere positie is al die, al die computerdeskundigen die een verklaring hebben ondertekend dat het stilgezet moet worden, in ieder geval tijdelijk. Ik, zonder dat ik iets weet van dat soort van dingen. Ja, je moet ook vaak op je onderbuikgevoelens afgaan, vergeet dat niet. Ik ben van de eerste school. Ik geloof dat het, die significantie enorm wordt overdreven. Omdat uiteindelijk, ja uiteindelijk, dit is een softwareprogramma. Wat uiteindelijk gebruik maakt van de gegevens die op het internet aanwezig zijn. Ja. Dat is noodzakelijk, dat is ontzettend veel informatie. Maar noodzakelijkerwijze een, niet veel meer dan een, dan een uitsnede uit de totale informatie waar de mensheid over beschikt. Dus... Het wordt gezien als een handige assistent. Ja, als je het zo wil zien, ja. En ik heb al gezegd dat vooral... natuurlijk voor docenten die, die studentenscripties na moeten kijken... is mijn indruk dat... dat chat-GPT... Dat dat in ieder geval een stuk beter kan schrijven dan de modale student. En we kregen reacties van mensen die websites programmeren... dat het voor codetaal, waarmee je die ja. websites maakt... ook heel handig is en heel veel tijd bespaart. Oh, en ook voor die drie-dimensionale drie vormen van onze eiwitten... Ja, je weet dat het, hoe een eiwit gevouwen is. dat is enorm belangrijk voor de functie van het eiwit. En daar hadden ze ook heel lang aan geprust. En in dit programma bleek dat vijfste hulp te kunnen oplossen, dat probleem. Word je niet nieuwsgierig dat je denkt. ik ga het toch eens even proberen. misschien maar voor dat boek wat ik aan het schrijven ben? <laughs> nee, nee, dat zou ik zeker niet doen. Ik wil, wel, uh, ik wil me niet laten infecteren, maar even te nee, maar je hoeft het niet, niet voor je te doen. Vergeet luk. één ding niet: dat elke schrijver, ook deze schrijver, al geïnfecteerd is door. ...gangbaar proza. Ik, ik schrijf geen... ...geen van de dingen... ...die ik ooit heb geschreven... ...is overgezegd. Hoe is het mogelijk dat deze... ...dit, dit is zo totaal... ...ander Nederlands dan, dan we ooit gelezen hebben. Dit is een... ...nee natuurlijk, ik schrijf standaard Nederlands. Helder, niks mis mee. Zinnen lopen. Alinea sluit op elkaar aan. Dat is allemaal waar. Maar natuurlijk ben ik... ...in die zin is... Iedere schrijver een soort chat-GPT, behalve de aller origineelste schrijvers, die iets nieuws, die een soort nieuwe toon aanslaat. Ja, maar je kunt het gebruiken als een soort van en, en daar heb je dan nog dat vaak die, die toon, eh, dat die nieuwe toon ook weer een gewoonte wordt natuurlijk. Ja, en je kunt natuurlijk wel zelf schrijven, maar je kunt dat ding gebruiken als een soort van, dat, dat helpt je op weg voor ideeën. Ik voel daar een pest voor, moet ik je zeggen. Maar dan schiet jouw boek tenminste een beetje op. <laughs> ja, dat is belangrijk. Want dat ligt eens. nu al maanden stil. Ja, ja, dat ligt stil in het water. Maar zoals ik al heb uitgelegd. Het is maar goed dat ik er niet aan doorgeschreven heb. Want anders was Poetin er niet in voorgekomen. En had ik meteen alweer een nieuwe versie moeten bakken. Ik zweer het je, het komt klaar. Of ik moet morgen doodgaan, dat kan natuurlijk. Maar dan kan het als onvoltooid manuscript aan het licht worden. Ja, ja. En ja, dan wordt het uniek materiaal. En jouw boekje over de, Is de Burger Boos? is nu ook wel actueel door die BBB-gebeuren. Uh, BBB ja, maar of dat leidt tot, tot een nieuwe druk en nieuwe verkoop. Het was het meest succesvolle boekje wat ik. in een betrekkelijk korte periode wat ik ooit gemaakt heb. Er waren toen in dat jaar 50.000 exemplaren verkocht. Wat is het, dat, dat het drukjaar? of Wanneer is het verschenen? O, ik weet niet. 2010? Zoiets, denk ik. Ja. Ik was, was Wilders dus nog dankbaar dat hij zo'n enorme uitslag draaide. Je hebt er toen nog met Piet Hein Donner over zitten discussiëren bij Paul Witteman. Oh ja? <laughs> ja? Ja. Ik, was, nou, ik, vond, ik vond Donner nog wel, nog wel erg, erg cynisch en machiavellistisch. Ik zag dat niet zo zitten, eerlijk gezegd. Ja, wat betreft Donner. Ja. ja. Ik zat nog eens. Ik moest een lezing houden. bij gelegenheid van de, van de Nijmeegse Vierdaagse. En daar aan voorafgaand was een soort diner van. prominente Nederlanders, anders kan ik het niet noemen. Dus de minister was erbij. En Piet Donner was erbij. En de vrouw van Piet Donner was, was op de erbij. Fiets? Ja, en nou, je weet, die Piet Donner is natuurlijk een beetje een stijve haak. Die zat er eigenlijk alleen nog maar omdat hij hoopte dat die ondervoorzitter van de. ...van de Raad van State zou worden... ...wat hij tenslotte ook geworden is... ...maar daar is hij ook alweer weg... ...maar het, wat mij enorm voor Piet Hein Donner innam... ...was de vrouw van Piet Hein Donner... ...want dan bleek hem bijzonder... ...ik wil niet zeggen een komisch talent... ...maar het was een, een vrolijke... ...en toch intelligente vrouw... ...die, ik weet niet hoe we het zo opkwamen, ...tot... ...je zag Piet Hein Donner verstrakken... ...zei ze... Ja, ...ja Piet, want zij noemde hem Piet... Ja, Piet, weet je nog, ik, ik vond die, uh, uh, die uh, fortuin wel een shaman-type. Uh, weet je nog dat ik nog wel eens zei, <laughs> en je zag donderdag, was shaman-type. Ja, het was een hele amusante avond, vond ik het. Ik heb geen idee wat ik gezegd heb. Je weet dat al die vierdaagse en dit soort van dingen, die zijn ooit bedacht, omdat bleek dat de recruiten in al die staten waar ze plotseling een recrute nodig hadden. ...fysiek werkelijk zo verrak als de pest was. Daar hebben we ook de Olympische Spelen aan te danken. Ja, de Vierdaagse enzovoort. Het was dus alleen maar om, om dus, hoe heet dat, moet je dat zeggen... ...competent kanonnenvlees te creëren. Oh, een soort van trainingskamp. Ja, zo kun je het zien. Maar Piet Hein Donner had zelf toch ook wel humor, had ik het idee. Die kwam af en toe Ja, op ook door. wel, zeker. Maar zijn vrouw meer. Hmm. En het is mijn vaste overtuiging dat zo'n ontzettend leuke, want dat leek zij mij te zijn, vrolijke en intelligente vrouw, dat dat natuurlijk pleit heeft indirect voor Piet Hein zelf. Ja. Dat als die zo'n enorm leuke vrouw aan de haak had weet te slaan, dat het toch meer moest zijn dan alleen de bekende stijve Piet Hein Donner. Die dan links onder Balkenende zat om zijn hand vast te houden. Ja, dat was ook toch nog het debat dat hij moest souffleren of zoiets. Dergelijks. Ja, 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 zeker. Waar ging dat ook alweer over? Ja, toen? Dat weet ik niet meer, maar. De Balkenende ja. wist het even niet. Toen moest Piet Helens. Ja, hem ja, ja, Piet ons zat meteen links onder hem. Ja, ja, ja dat klopt. Ja, ja dat was wel geesten. Ja. En nog even over, toch nog even, want dat is interessant met die Amerikaanse documenten. Moet Amerika nu hun tactiek aanpassen? Want nu ligt eigenlijk gewoon alles op straat hoe ze de boel afluisteren. Nou, dat hangt er vanaf wat de intentie is geweest van deze Oké. Okay. Is dit een officiële lekkage? Enorm handig uitgevoerd. Subtiel. Is dit een bestraffende lekkage? À la Snowden? En wat natuurlijk in, 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 in de situatie direct na 9-11 en de inval in Irak wel begrijpelijk was. Omdat hij natuurlijk allerlei schandalige dingen aan het leven aan het. Aan het aan het licht bracht. Denk aan die, aan die moordpartijen met die Apache helikopter. Die, ja, die ook niet precies wisten wat die mensen gedaan hadden, maar gewoon baf de meterhuur erop zetten. met alle gehoor. dien. Dus dat weet ik niet precies. Kijk, een lekkage is altijd van beperkt, van beperkt allooi. Dus het... ik, ik zou er eigenlijk niets op, al die andere lekkages. We hebben natuurlijk ook. weet heet dat, dat nou? Met, de, hoe heet het, was je die vent in Honden eindeloos vooropgesloten opgesloten hebben in die ambassade? Was dat niet zo'n. Uh, oh, ja, ik weet wie je bedoelt. Weet je ook wel? Assange. Alweer? Ja. ja. Maar dat ging over die Wikileaks, toch? Julian Assange, ja. En over die Wikileaks, godte god, daar was ook een opwinding over. Zegt jonge, jonge, jonge. En als je dan las wat, wat, waar het dan over ging, dan denk je, nou, dat had ik ook wel gedacht eigenlijk. Ik weet nog dat een van de, van de meest ingrijpende lekkages was. Dat de Engelsen en de Amerikanen. Uh, onze vriend die nu in het ziekenhuis ligt in Italië, Berlusconi. Een, een, een zakkenwasser, een, een kletsmajoor en een oplichter vonden. Nou, ik moet zeggen, dat leek mij, uh, zou niet ook vinden. Hè? Als analist van het menselijk karakter, zal ik nou maar even zeggen. Uh, <laughs> ja, iedereen vond dat toch? Ik heb altijd begrepen dat eigenlijk eh, zowel, eh, zit, zit maar met de namen natuurlijk, zowel de buiten Duitse bondskanselier als de, als de toenmalige voorzitter van de Centrale Bank in Europa, de ECB, eh, dat die eigenlijk samen bekrokstoofd hadden om die lieren even te laten ontsporen, zodat Berlusconi op op moest donderen, dat dat gewoon eh, goed aan stilgestoken was. Eh. Ja, mijn, mijn geheugen van naam, hè, dat, lijkt wel, dat lijkt wel een zeef zeg. Hoe heet er nou, onze vriend? Hè? Dat, we, we zullen onder alle omstandigheden de euro redden. Kom op, onze Italiaanse vriend. Die ook later uh, de premier is geworden? Ja, natuurlijk, die ook later premier is geworden. Die stomme Italianen, want hebben ze ook eens een keer een betrouwbare premier met internationaal aanzien die het goed doet? En dan is die clownbeweging niet waar. Die is plotseling. Vindt hij dat hij zo zelf moet profileren. En dan maken ze er een eind aan. Maar hoe heet het nou daarop bij Duk? He? Ik heb hier natuurlijk de telefoon liggen, dus ik kan het heel makkelijk opzoeken. Maar het is maar... toch verschrikkelijk dat ik daar niet op kan. Ja, komen. maar ik weet. ja. Ik ga het voor is je echt verschrikkelijk gewoon. Ik ga het even. Hebben. Ik denk dat Rini die zit nu thuis, die denkt. ik weet het. Rini, die thuis die... weten ze het meteen. Want als ik thuis had gezeten, had ik het meteen Het ja, Dit is een beetje wat de kandidaten van de Slims ook ervaren. Dat ze denken, ja, nu zit ik hier. Ja, zeker. Zo werkt dat. En wat is het nou? Eh? Want thuis denk je van, ja, god, wie weet dat nou niet. Dan ja, ben je nog ontzettend een sukkel. Precies. Eh? En als jij dadelijk zegt wie het is. Ik ben, ik ben nog bezig om wanhopig wan 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 te zoeken in mijn hoofd. Want je weet dat je het weet. Ja, dat nu is het, het uh, Lagarde, La hè? Zeker. ECB-president, ECB, noemt ECB, natuurlijk de voormalige president. Ja, Christine Lagarde krijg ik nu. Ik ga het op Wikipedia zoeken. <laughs> Je ziet dat het nog niet meevalt om het te vinden. Nee, ja, ik moet natuurlijk even terug even kijken. His, uh, historie. Ach, Wim Duisenberg komen we hier nog tegen. Ja, die, hebben ze tuk, die, die is het geworden omdat Fransen en de Duitsers het niet eens konden worden. En toen hebben ze gedacht: we nemen een kettingroker, dan ja. kunnen we. Het dat was Draghi. Draghi, dat ik dat <laughs> ja. toch niet weet. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Nou ja, neemt u mij niet kwalijk misschien. Ik ga ermee stoppen, want het is duidelijk. dat ik dadelijk ook niet meer weet hoe ik zelf heet. Mario Draghi. Ja. Wat is hij nu eigenlijk gaan doen? Ik weet niet, hij zal wel ergens een dik betaalde financiële adviezen ja, geven, schat ik zo. Dat zal inderdaad zo zijn. Nou, hij was de jongste niet meer, dus ik denk dat hij gewoon met pensioen is. Ja, maar jij sluit dus niet uit dat de Amerikanen zelf achter dit lek zitten? Ja, dat sluit ik niet uit. Het ziet er zo idioot uit dat ik het niet uitsluit. En bovendien zijn die lekkages per definitie, als het, als het niet uh, zelf bedacht is... die zijn toch rommelig, sommige dingen wel, andere dingen niet... De, de, je kunt er geen grote conclusies uit trekken. Als de conclusie is, de Amerikanen luisteren iedereen af... dan hadden ze net zo goed mij kunnen bellen vijf jaar geleden... want dat had ik ze ook wel kunnen vertellen. Dat had namelijk iedereen ze wel kunnen vertellen. Het is, als, je, als je nu zegt, hoe is het mogelijk dat de Amerikanen... dat is onze vrienden, onze... De, nee, dat ben je toch niet goed snik. Dan weet je toch niet hoe de wereld in elkaar zit. Maar wat vind jij er dan raar aan uitzien aan die documenten? Ik vind het een rommeltje. Sommige dingen wel, andere dingen niet. Waarom maar godsnaam over die Oekraïne? Op die Oekraïne dacht ik, is dit nou zo ingestoken dat je, je laat wat rommel uitlekken en een klein deel van die rommel is werkelijk van betekenis. En dat doen ze, niet waar, om in feite de Russen te misleiden over de intenties van de Oekraïners. Er zijn ook dus de gegevens van de Russen in aangepast. Hadden maar het toe, dit, dit, deze redenering is natuurlijk al op de grens van paranoia. Ik weet het gewoon niet. Ja, maar dat is wat ze misschien ik ook Ik vond het mee. niet zo opwindend als iedereen het vond. Laat ik het zo Er zeggen. komen misschien nog nieuwe documenten. Hè? Want we hebben de afgelopen dagen wel wat nieuwe documenten. gezien. Dat zou best gezien. kunnen kijken. Dat er nu via TikTok of, of via <laughs> Facebook of via ja, weet ik veel wat. Je kunt het van alles. Zoeken. Maar het zijn wel zo'n gevoelige dingetjes ook over Amerika zelf die op straat liggen. Dat je denkt, waarom zou je dat nou over jezelf op straat gooien? Wat was er zo gevoelig over Amerika zelf? Nou ja, tot, tot hoever ze bij de Russen kunnen afluisteren wat ja, ze daar dat weten. Ja, dat is interessant. Dat kan toch ook een waarschuwing zijn? Jongens, we weten vrij goed wat jullie denken en willen. Wat de mogelijkheden zijn. We, 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 we tassen niet in het duister. We Weten hoe jullie eraan toe zijn. Oké, okay, dus dat, daar de tactiek, dat die tactiek daar bij de Amerikanen achter ja, zit. Ja, ik zou dat. Uh, ook... Ik zou nu zeker bekendmaken dat ze. Als nu, ook als het niet expres is, zou ik nu bekendmaken dat het expres is gebeurd. En er stond ook in dat. Nog uh, verwarrender. Ja, dat het Oekraïense voorjaarsoffensief dat dat waarschijnlijk zou mislukken. Dat, zou, dat stond er ook in. Nou, wat dat, daar zou je al meteen denken: van is dat niet ontzettend lollig manipulatief materiaal? Voor wie? Voor iedereen natuurlijk. Want als je nu al zegt, oh, het gaat toch mislukken, hè? dat is natuurlijk dat is hartstikke waardevol. Ja. Want misschien wordt eh, het wel een heel ander offensief op een heel andere plek. Niet in het voorjaar, want dat, God mag het weten. En dat stond ook in de... Waarom zouden de soort... Oekraïne trouwens nu beginnen en nu ze nog niet, niet in het begin van die, van die tankleveranties hebben? Hè? Ja. Ik zou zeggen, wacht nog een halfjaartje. Ik probeer die Russen een beetje in slaap te sussen. En er stond ook in dat ze waarschijnlijk te weinig materieel hebben, de Oekraïners. Nou, dat zou wel kloppen, dus we wachten het even af. Ah, ik weet het niet. Ik kan me er wel iets bij voorstellen bij wat je zegt. Dat een soort van... Uh, ik weet het niet. Ik, het is suggestie. Het ja. is suggestie, mijnerzijds. Ja. Dan zeggen mensen allemaal, ja, maar die van Rossum, die moet je niet om voorspellingen vragen. Want dat nee, dat niet. zullen ze zeker zeggen. Dat is ook vanuit hun perspectief wel begrijpelijk. Ja, ik heb andere voorspellingen gedaan. ben ik zelf gaan uit te zeggen die wel klopten. In dit geval dus niet. Laten we wel wezen: als Poetin de moeite had genomen om mij te bellen. op 22, wat was het? 23 februari. dan had hij zichzelf een hoop ellende kunnen besparen. dat ja. nou, stond ook in die documenten. Poetin heeft chemotherapie uh, gehad. Oh. Dat stond nou, er ook in? Dan denk ik ook al. Dan ziet hij niet naar uit. Maar ja, we blijven hier gewoon in het okay. duister tasten. Oké, okay, ik, ik heb nog even een paar vragen. Ik doe dat. De koning heeft ook een podcast. Wat vind je de daarvan? De koning heeft een podcast! Oh! Het zou nou niet tijd worden dat wij ermee stoppen. <laughs> heb je dat niet gezien? Dat die uh, nee. helemaal gescript door de Rijksvoorlichtingsdienst. Dus die halen er alles uit wat het eigenlijk niet mag. Kortom, een podcast waar je dus niks aan hebt. Ja, Willem. Willem stelde ook een vraag, een andere Willem. Maarten, ik meen met te herinneren dat u ondanks uw aversie tegen grote wielerrondes, met name wanneer deze Nederland aandoen, toch enige sympathie kunt opbrengen voor klassieke tochten. Zoals de Ronde van Vladeren en nu Parijs-Roubaix. Uh, dit naast uw sympathie voor de wielrensters Annemiek van Vleuten, die u volgens mij verrassend intelligent vond. Mijn vraag is, welke sporten of wedstrijden kunt u als historicus nog meer waarderen? Ja, ik heb de Tour de France altijd kunnen waarderen. Oh, dat wel. Annemiek van Vleuten, dat is een ander geval, daar zat ik naast. Oh ja, dat was het ja. Ja, Ik vond het een uh, charmante en een intelligente vrouw. Zij voldeed aan al de eisen die ik in principe kan stellen. Ja. ja. Zij heeft allemaal enorm verstandige dingen gezegd, van alles aan mij uitgelegd, waarvan ik aanneem dat het juist is, want ze had daar wel niks mee te winnen natuurlijk. Dus ja, ik, ik moet zeggen, die Annemiek, en nogmaals, ik... En ik had haar nog niet kennen geleerd of ze won. Elke prijs die je überhaupt winnen kunt in het, in het dameswielrennen. Ja. En nee, ik vind ook. Oh ja, die klassiekers, daar begrijp ik ook wel iets van. De hel van het noorden. Ja, je ziet toch Henny Kuipen daar in die Berm liggen met dat gebroken fietsje. Het is. Ja, ik begrijp daar wel iets van. Ja. Ik vind het in ieder geval beter dan voetballen, laat ik het zo zeggen. En Mathieu van der Poel, die nu gewonnen heeft. Parijs-Roubaix. Ja, het is duidelijk dat het een bekwame wielrenner is. Maar ik ben uiteindelijk een groter bewonderaar van de winnaar van de Tour de France. Want dat is nog eens wat, hè. Jonge jongen. Kun je wel op die naam komen? Je voelt de winnaar van de Tour de France. Dat moet je niet naar mij vragen. Dat was een Deen. Ashgaard of zo, Shaggaard? Ik, nee, de, de, de jaar daarvoor was het die Pogacar, Al weet ik helemaal niet of ik dat goed uitspreek. Die had nu, hoe uh, heet het? Uh, gewoon de Ronde van Vlaanderen, volgens ja. mij. We kunnen we dus als spin-off van deze podcast een wielrenpodcast maken? Waarin jij dan bij de Tour de France alle <laughs> etappes gaat hebben? Hey, bij de Tour de France keek ik in principe eigenlijk altijd alleen maar naar de, naar de grote bergetappes. Hey, ik vind het mooiste van ik altijd iemand die dan. Zijn uiterste best doet en, en, en uitprobeert te lopen op zo'n helling. En dan zijn eigen krachten mateloos overschat. En dan tenslotte tot gort gefietst wordt eh, op weg naar de top. Maarten, ik ben deze week. Ik ben ook wel een beetje. Ja, als jongetje vond ik Fausto -Koppie. Dat was. Ik begreep wel dat dat een soort God op de fiets was. Dit is Nora, die zegt, Maarten, ik ben deze week opgelicht voor ruim 1600 euro door rioolbescherming. <laughs> Hoe is het mogelijk? <laughs> maar dat maakt natuurlijk niet om lachen, maar <laughs> rioolbescherming. Hoe moet ik het zeggen, zegt deze mevrouw. Iemand die licht getint was, zeg maar gerust allochtoon, ze zijn behoorlijk bezig. Nu een groep gevormd, die ook schandalig zijn opgelicht. Lekkage was niet verholpen. Ander bedrijf ingeschakeld en voor 150 euro probleem opgelost. Dus je klinkt ook een soort van waarschuwing in... dat je niet met rioolbescherming in, aan, uh, in de bedrijven. Nee, de... dat zijn toch voortdurend van dit soort van, van kwesties. Van mensen die met vlotte praatjes uh, mensen... Was, was, was er ook niet zo'n verhaal van zo'n glaszetbedrijf... wat dan uiteindelijk, nadat er honderden euro's waren betaald... nog het lulligste rijtje er niet in kon krijgen. Hey, we hebben hier nog een, iemand die reageert nog eventjes... die rakelt nog eventjes de ellende van het, van het spoor op... Hij zegt, uh, wegen spoorwerkzaamheden tussen Arnhem en Oberhausen moet de, IC de ICE enige tijd binnendoor tussen Amsterdam en Keulen rijden. En deze spoorlijn is niet geschikt gemaakt voor de hoge snelheid. Normaal gaat het echt een stuk sneller en daarnaast reis ik ook regelmatig met de trein tussen München en Berlijn. En op dat traject wordt de 300 km per uur aangetikt. Goed, Hopelijk draait de Deutsche Bahn weer op volle toeren voor de zomervakanties beginnen. Beste groeten en een fijne terugreis vanuit Wenen, zegt deze man. Ah, nou Ja, kennelijk is München-Berlijn waar je iets bij voor kunt stellen. Het zijn natuurlijk de twee belangrijkste Duitse steden. Ik neem aan dat er naar nou Hamburg ook nog misschien wel een goede verbinding is. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar als je dan in die, in die, in die, in die ICE hebt gezeten, nietwaar tussen Keulen en, en Blerik, dan weet je dat er ook andere mogelijkheden zijn. Je hebt gewoon dus weer pech gehad, Leesel. Zoals gewoonlijk heb ik weer pech. Ja. Mooi voorbeeld van hoe rechts de marketing beter op orde heeft, schrijft deze persoon. Een links ongewenst fenomeen krijgt meteen uh, een naam, namelijk woke. Maar het lukt Maarten niet om uh, een mooi labeltje te plakken op een rechts ongewenst fenomeen, zoals Da Vinci-plaatjes of boeken verbannen. een oh Kost. Nee. Ik dacht dat ik van mij vrij ruim en kritisch had uitgelaten over de... Oh nee, dat is natuurlijk linkse wokenis, dat herschrijven van Agathe Christie. Wat hadden we voor rechtse woknes? Ik heb geen idee. Nou ja, wat zullen we daarvan zeggen? Het probleem natuurlijk van, van, van de rechtse woknes is, is... dat het in het algemeen van een dergelijke ingrijpende stupiditeit is... dat, je niet, dat zijn de Nederlandse trubbewomeraars, die, ja. die heb je bij massa's. Ja. En, en die lui die vinden dat, dat Baudet leuk doet. En nou ja, wat kun je nog meer verzinnen... Uh, ja, sowieso die mensen die dan schrijven dat ik niets van Amerika begrijp. Zij vinden het kennelijk allemaal heel normaal dat je daar staatsgrepen kunt plegen en deel kunt nemen aan de verkiezingen. Dat er elke, elke week tweemaal uh, kleuters uh, en, en worden doodgeschoten door halve garen. Uh, ja, dat, dat die. Want wat zijn dit? Dit zijn ingrijpende culturele ziekteverschijnselen die ook niet één, twee, drie opgelost kunnen worden. Dit kan decennia doorsudderen, deze onbeschrijfelijke ontsporingen... waar de Amerikanen zich aan bezondigd hebben. Maar Boudin is de boel zelf ook in de afbreken. Dat had hij al gedaan, maar hij heeft nu ook uh, te veel gezopen. Hè? Daar zijn allemaal klachten over is binnengekomen. Dit is het echt waar? Ja, dat oh, hij... het leek mij helemaal geen drinken. Ja, ja hij dronk te veel en dan werd hij gewelddadig of zoiets. Of in ieder geval dan ging hij oh, schreeuwen. Oh, dat is niet zo best. Dat stond in de krant. Nou, de laatste vraag die is ingesproken. Even kijken... Op... Hoi Maarten en Tom, dank voor jullie leuke podcast. Ik geniet ervan. En uh, ik heb twee vragen voor Maarten. Die gaan allebei over de Republikeinse Partij en de Amerikaanse politiek. Ik heb net geluisterd naar een podcast genaamd The Coming Storm: over de opkomst van QAnon en hoe dat heeft geleid tot Trumpisme en tot uh, de kapitoolbestorming op 6 januari 2021. Een aanrader die podcast. Het is een fantastische podcast. Maar mijn vraag is als volgt. Um, Maarten, jij bestempelt de republikeinen regelmatig als uh, volstrekte halve garen. Is dat altijd zo geweest volgens jou? Of is er ook een periode geweest. waarin de republikeinen volgens jou een uh, relatief normale partij waren? Dat is vraag één. En vraag twee is: had deze radicalisering ook plaats kunnen vinden, denk je? Bij de Democraten? Of is het juist veel logischer dat dit bij de Republikeinen is gebeurd? Ik ben heel benieuwd naar je antwoord. En een fijne podcast verder. Ja, dat is nogal een vraag. <laughs> het zijn namelijk twee vragen natuurlijk. Ja, de Republikeinse partij was, uh, als we ons even beperken tot de periode na 1945, na de Tweede Wereldoorlog, was de Republikeinse partij een vrij normale partij. Nou ja, in feite tot... Bij, bij Reden beginnen de eerste rare geluiden te klinken. Maar eigenlijk de echte ontsporing die, die begint pas in, in, met Newt Gingrich. In het verzet tegen, eh, tegen Bill Clinton. En al die flauwe poppenkast dat hij eigenlijk een moordenaar en een drugshandelaar zou zijn. En nou ja, maar volstrekte onzin. Dus ik zou zeggen, ja de Republikeinse Partij was eigenlijk een vrij normaal politiek gezelschap tot... Tot in de jaren tachtig. En dan begint de ontsporing, naar mijn gevoel. En die ontsporing, zoals vaak bij radicaliserende ontwikkelingen. is eigenlijk steeds erger en erger en erger geworden. En wie is het natuurlijk langzamerhand. heeft die natuurlijk, in zeker in de vorm van Trump. en zijn, zijn objecten aanhangen. Uh, hele, hele ernstige vormen aangenomen. Uh, dan wat was de Tweede vraag was: of het had dat. Ook bij de, de Democraten ook gehad. De, nou. Wat natuurlijk een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in de Republikeinse partij en eigenlijk die ontsporing enigszins voorzicht heeft, is het feit dat de Republikeinen eh, al ten tijde van Nixon gekozen hebben voor de zogenaamde zwijgende meerderheid. En toen de Democraten in de jaren zestig eigenlijk kozen voor de Civil Rights Movement, eh, eigenlijk ook van mening waren dat de zwarten nog steeds... Eh, Object behandeld werden en dat dat anders zou moeten. Er is toen ook allemaal civil rights wetgeving eh, aangenomen in het congres, waar deels de toenmalige Republikeinen ook voor gestemd hebben, maar niet allemaal. Toen heeft de Republikeinse Partij eigenlijk al in de jaren zeventig eh, de keuze gemaakt van, eh, zonder dat expliciet te zeggen, wij zijn voor de blanke bevolking en we zijn er tegen dat de. Zwarte bevolking dat die te veel bevoordeeld wordt of dat die voorgetrokken wordt omdat ze nu in feite een maatschappelijke achterstand hebben. Ja, dat, dat, dat zit al, dat is impliciet al in de jaren zeventig, denk ik. En dat heeft er natuurlijk toe geleid dat, een, dat, dat met name minderheden minder geïnteresseerd waren in de Republikeinse Partij, die duidelijk een keuze had gemaakt voor die zuidelijke blanken. Die natuurlijk allemaal ruim in de meerderheid waren in die zuidelijke staten. En alle zuidelijke staten zijn stap voor stap, voor stap, zijn die in het Republikeinse kamp terechtgekomen. Waardoor de Republikeinse partij, die eigenlijk sinds de New Deal een minderheidspartij was, in staat was om de, de Democraten ook op landelijk niveau partij te geven. Het is nu zo'n be zo beetje 50-50 eigenlijk. En... Tegelijkertijd had, heeft de Democratische Partij zich ontwikkeld tot een partij van diegenen die, die op zoek waren naar emancipatie. In het bijzonder de zwarte natuurlijk, maar ook allerlei andere groepen in de Verenigde Staten. Ik denk aan Latino's en zo, die, die het moeilijk hadden in de Amerikaanse samenleving. Dus de Democratische Partij is eigenlijk door hetzelfde, door de keuze van de Republikeinen heeft de Democratische Partij precies het omgekeerde effect ondergaan en is een coalitie geworden van alle mogelijke lui. Van vrouwen die op emancipatie gericht waren, van Latino's, van zwarten, van jan en alle De Democratische Partij is tot de dag van vandaag een rommeltje. Daar zitten traditionele mensen in, laten we zeggen de, 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 de chef van de Democraten in de Senaat bijvoorbeeld, die uit New York afkomstig is. Ja, dit is van alles wat. Terwijl de Republikeinse partij veel meer steunt op een soort, nou ja, ik durf de woorden nauwelijks in de mond te nemen een wat ouder, eh, lager opgeleid, blank electoraat. Nou, verder niet denken aan Nederland, dat is niet verstandig, maar goed, eh, ja, dat is zo'n beetje de situatie. Dus de kans. Het, het hangt allemaal samen, uiteindelijk in Amerika, met het probleem van zwart en blank. Dat is nooit goed opgelost in Amerika. Je hebt natuurlijk de burgeroorlog en dan raken de zwarten geëmancipeerd. En vervolgens krijgen we de segregatie in het zuiden. Wat in feite natuurlijk een schandelijk repressief systeem was. Met lynching en alles wat erop en eraan hoort. En, en ja, in de jaren 60, jaren later jaren 50, jaren 60, is die civil rights movement weer op gang gekomen. Met het idee van: we, we hebben dat proces niet afgemaakt. En laten we eerlijk zijn: het proces is nog steeds niet afgemaakt. Er worden nog steeds zwarte jongens op straat doodgeschoten. Ja, er zijn nog steeds gigantische verschillen tussen levensverwachting bij, bij zwart en blank en, en, en in behandeling tussen, tussen zwarte en blanke. Dus samenvattend, als we deze vraag samenvatten: de republikeinen waren ooit wel normaal? Ja, dat was een. een ook een, laten we zeggen, met, met, het had allerlei tinten. Je had hele conservatieve republikeinen, je had vrij progressieve republikeinen. Je had gematigde republikeinen, van alles nog wat. En dat is in allerlei opzichten zijn die eruit gewerkt. En dat, dat kan omdat het Amerikaanse systeem een onderdeel heeft, dat is de voorverkiezingen feiten. Nominatie voor voorverkiezingen, of nominatie door voorverkiezingen. Wat, wat ook weer bedacht is om de democratie democratischer te maken. Maar als zoveel instrumenten die bedacht zijn om de democratie democratischer te maken, heeft het precies het omgekeerde effect gehad. Ja, dat zei je de vorige keer, we moeten het eigenlijk minder democratisch ja, maken. Of? Zo is het. Maar er is dus niet één punt aan te wijzen. Toe, nee, het, het is van... een langzaam verlopend proces. Oh. Waarvan niet van zeker vanaf het allereerste begin niet duidelijk was waar het zou eindigen. Maar als je daar achteraf op, op naar kijkt dan zie je hoe dat eigenlijk door de keuzes van die twee partijen in de jaren 60 en 70 voorbestemd is geraakt. En de Democraten die zijn wat rommeliger georganiseerd, dus de kans dat dat daar gebeurde is iets minder. Ja, de Democraten is een rommelige partij, is een complexe coalitie. Ja. Wat ga je de komende dagen doen? Je moet nu wel afkikken van wenen natuurlijk. Hè? Nou, morgen heb ik weer wortelboer. Donderdagavond ga ik naar Bijlen. Waar ik voor de gezamenlijke bibliotheken van noord drenthe geloof ik. Ik hoop dat ik het goed zeg. Een lezing ga houden. Nou, wat was dat? Dan zitten we dus uh, op donderdagavond. Nou, dan zitten we op de vrijdag. Dat doe ik zaterdag, ik weet het niet. En zondag ga ik de verjaardag van mijn schoonzus te vieren in Eindhoven. Kijk. Nou, nu heb ik je een vol programma gegeven van ja, de week. Ja. Ja. Wij moeten een afspraak maken. Ik denk dat dat zaterdagmiddag wordt of zo. Dat is goed. Ik zal jou mailen weer. Ik doe dat. Ik, nu, ik, ik leef bij de dag. Ja. Ja, we moeten eventjes die, die twee, want we hebben nu twee data. Die pensioenen. Die weet je dat je wat over die pensioengasten uh, oh, gaat ja, vertellen? oké, okay, precies. En die radbouw. Moet, hoe kan ik je dat het beste doorgeven dat dat ergens goed genoteerd wordt? Want die mensen gaan dat natuurlijk nu, nu aankondigen op websites en in ja, ja, flyers. Ja, dan kun je niet wegblijven. En dan, als dan, anders <laughs> moeten we bellen. Sorry, Maarten heeft het verkeerd opgeschreven of heeft het niet opgeschreven. Maar het is betrokken geraakt bij het lekkageproject van de Pentagon. <laughs> Hij had ze door. Um, dat is nou, wel goed. Als je smoes. Dat nou vanavond even mailt met zo'n zo rood uitroeptekentje erbij, weet je wel. Oh, dan weet ik nooit hoe dat moet. Nou, oh, nou ja, mail ik me dan vanavond. Dan, ik beloof je. Ik schrijf het er vanavond nog in mijn agenda. Ja, ga ik dat meteen even Ik heb het volgens mij allebei wel opgeschreven. Ja, 11 mei is volgens mij ergens in de avond, ja. een uurtje. Um, je, je wist dat die, die, die zit niet bij op het podium, maar die komt ook, weet je wel, ook alweer, van dat boek De meeste ja, mensen Ja, voor de die de tijd even. ga ik nog een week naar Texel dus. Oh, lekker. Rutger Brechtman. Ik ga ook naar Texel in het uh, najaar. Ja, ik natuurlijk ook in het najaar. Ja, ja ik, moet nog, ik moet nog beslissen wat ik met mijn tachtigste verjaardag moet doen. Heb ik, ook, ik heb wel een aantal voorstellen gehad, maar ik heb nog helemaal geen besluit genomen. Heb je het nou over hoe je het moet vieren of wat je met het, met, met het programma rond... Uh... Nou, eigenlijk de combi van die dingen. Okay. Moet ik het gewoon een beetje van me afhouden? Moet ik, moet ik in de Polonaise. Met, met, met allerlei leuke plannen? Ik weet het nog niet. Misschien kunnen de luisteraars met je genieten. Dan haal ik het wel niet. Daar hoop je stiekem op hè. Nou, weet, weet. Dan hoef je er niet meer over na te denken. Nee, dan hoef ik er niet meer over na te denken. nee. Dan is mijn laatste avond toch, ademtocht. Is van. Oh, hoef het niet te vieren. Ik vier het in de hemel. Oké, okay. ik mail jou zo even die nee, dingen. Want las ik over die, hoe heet zokeer die die, die die dominee, die, maar niet dominee. Die voormalige priester die net overleden is, oh, die van het koningshuis? Ja. Ja. Dat hij wist precies hoe het in de hemel was. Maar het was zo fijn, hij wou het niet verklappen. Dat vond ik wel een hele lolle oh, oplossing. Ja. Ja, ja, ja. Moet ik je zeggen. Vriend van ja. Beatrix, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja. Nee, laat ik me daar niet, niet, niet flauw over uitlaten. Nee. neem een slokje. Ik ga. Ik weet niet wat ik ga doen. Oh ja, ik ga een boek lezen. Is dat nog steeds het jungleboek? Nou ja, ik ben eens klap opgeschoten in Wenen. Ik was vaak zo moe van dat verwandel... Dat je denkt, ik ga maar één ding wat ik ga doen, dat is in mijn bed liggen. En waren het goede bedden wel? Nee. Ja, aan de ene kant qua vering en zo. Uh, en tegendruk prima bedden. Maar het liep iets naar links af. Waardoor je het, het gevaar liep om mee langzaam naar links je bed okay. uit te vallen. Want jij bent niet iemand die dan zijn eigen kussen meeneemt in dat kleine koffertje van je. Want dat past helemaal niet in. Nee, dat, er kwam geloof ik wel iemand bij ons die een eigen kussen had meegenomen. Dat vind ik altijd wel amusant. Dat is altijd wel iets te bouwen, omdat je natuurlijk je hebt altijd zo'n twee-persoonsbed, krijg je aangeboden. En dan kun je die andere kussen. En dus later, tenslotte heb je samen vier kussens. En die zijn meestal weer gevarieerd, dus dan, dan moet iets te bouwen zijn. En ben je daar dan ook tot midden in de nacht wakker? Ik, nee, 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 want ik was dus door die loperij. Was je moe? Ja, was ik moe. <kwijls> Dus ik ben eigenlijk voortdurend tussen, tussen 12 en 1 bed. En dan ben je helemaal uit je ritme gehaald. Ja, zeker. Maar nu weer maar terug. <laughs> dus dadelijk ga ik zitten lezen naar jungleboek. En dan krijg ik tegen 12 waarschijnlijk een verpletterende slaap. Ja, we hebben trouwens uh, tienduizenden reacties gekregen over hoe je je telefoontje ergens Allemaal standaardjes voor je telefoon waar je die in kunt zetten. Als je weer eens een keer een opname moet doen met je telefoon. Oh <laughs> Hij viel als maar om, ja. Ja, daar waren allemaal mensen die zeiden, ja, dit moet je kopen, dit is heel handig. Dit hebben we oh. ook. Dus dat zal ik je even doorsturen. Dan kun je wat dingen Ik uitzetten. vond over de geluidskwaliteit die was heel behoorlijk, toch? Dat was heel goed, ja. 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 Maar ik zal je geen verklappen, we hebben er nog een AI-tool overheen gehaald. Oh. En die heeft het geluid nog beter gemaakt. Zo. Want ik, wat mij opviel was dat bellen uit de trein. dat dat, 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 dat allerlei problemen vertoonde. Het viel, en elke tunnel viel het even uit. Ja. Uh, uh, soms moet je meerdere malen bellen, terugbellen. Maar het is sowieso in Duitsland, toch? Want die rijden een groot gedeelte door Duitsland. Ja. Denk. En daar is het toch heel slecht met die verbindingen? Oh, dat is het. Is... Dat vermoed ik, ja. Ja, nou ja, het is bij VV in Duitsland ook niet veel zaakjes, nee, hè? Nee, Ja. Nou, we hebben weer genoeg verteld, denk ik. Ja, dat lijkt me ook. We zijn toch van een uurtje bezig geweest, toch? Ja, zeker. Zeker. En ja, allemaal hele, hele belangrijke, wezenlijke dingen. Ja, we hebben het, het lek van het Pentagon opgelost. Ik denk wel dat... Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Mail me even dan mail ik je meteen. Zoals ook Rini al zo scherp geanalyseerd. Hé, hey, Rini ziet het goed. Hè? Ja, Rini begrijpt wel hoe dit gaat draaien. <laughs> ja. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een ramdebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live-podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waarzitterig wakker te schudden. Omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets Studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Klaas Ariaan zette 95% van alle baasjes bij ABN Amro eruit. Hoe die dat heeft aangepakt en of het heeft gewerkt, vertelt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sea Level. De link om te luisteren staat in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.